Slordig, Owusu, dus weer de thuisploeg met Strieder en Barazit. Wat ruimte. Ayoub. Ayoub met het schot en Ayoub met het doelpunt. Utrecht was natuurlijk moeizaam gestart en die hebben ook de laatste periode ook gewoon opmars gehad. Dat betekent ook dat ze zich steeds beter gaan ontwikkelen als team en dus ook wedstrijden gaan winnen. Nou, dat hebben wij natuurlijk ook gehad. Alleen bij ons is het nog vaak de laatste weken te vaak een gelijkspel geweest in plaats van winst. Ja, en daardoor is Utrecht wat dichterbij gekomen bij ons. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met de ontwikkeling van het elftal en dat ze steeds beter op elkaar ingespeeld raken. En dat ze ook zeker de laatste weken vaker met hetzelfde elftal spelen. En dan raken spelers ook beter op elkaar ingespeeld en uiteindelijk leidt dat tot betere resultaten. Barazit namens Utrecht. Barazit kan het te proberen natuurlijk. Barazit! Ze draaien voor de 2-0. Dat is een hele belangrijke speler, daar komt heel veel gevaar vandaan. Het is een speler die ook een tegenstander echt waar je heel erg waakzaam op moet zijn, omdat hij uit niks een wedstrijd kan beslissen. Maar dat geldt natuurlijk ook nog voor Haller en voor Zivkovic. Dat zijn toch wel drie spelers waar bij hun natuurlijk uiteindelijk het verschil gemaakt wordt. Daar moeten we gewoon heel erg attent op zijn. In de 93ste minuut gaat de turbo er nog even op en dus bekert Utrecht door. Dat is nu heel anders, want dat was een alles of niks wedstrijd en het is nu een competitiewedstrijd. In zo'n bekerwedstrijd gaat het meer in de laatste fase van dat je weet dat je moet winnen om een ronde verder te komen. En in de wedstrijd die nu gaat komen kan het ook zijn dat je zegt van gezien de wedstrijd verlopen in de laatste 10 minuten kun je gewoon ook misschien wel tevreden zijn met een gelijke stand bijvoorbeeld. Als dat situatie zo voordoet. Maar dat ligt gewoon aan hoe de wedstrijd loopt. Sommige ploegen hebben het wel eens lastig na een interlandweek. Hoe vind je dat jullie dat altijd doen? Nou, dit jaar is er nog niet geen groot succes. Want volgens mij hebben we iedere keer de wedstrijden die we gespeeld hebben na een interlandperiode kwamen we moeizaam op start in de wedstrijden. Maar in die periode zijn wij ook geen wedstrijden gespeeld. En nu hebben we er bewust wel voor gekozen om te kijken of dat een verschil maakt. Eventueel op de voorbereiding naar de eerstvolgende wedstrijd. Of zo'n goede oefenwedstrijd er tussendoor toch de focus bij de spelers er meer op houdt als in de voorgaande periode. Dus ja, maar aan de andere kant, het moet ook geen item zijn dat een rol speelt in de voorbereiding op de eerstvolgende wedstrijd. Gaan we het zondag zien? Dat gaan we zeker.